voor jullie een soort van Q&A doen, maar dan met Pickwick vragen. Ik denk dat jullie allemaal wel weten dat op de Pickwick theezakjes vragen staan. En ja, ik vind die altijd best wel leuk om, zeg maar, om gewoon te beantwoorden of zo. Ik weet niet. Dus mij lijkt het ook wel leuk om die gewoon in een video te beantwoorden. Ik heb hier gewoon een doosje, heel random, gewoon fruitvariatie. Dat is de eerste die ik tegenkwam. En ik neem aan dat gewoon op elk Pickwick doosje, op elk theezak, zeg maar, dan gewoon een vraag zit. Dus ja, laten we snel beginnen en niet te lange intro maken. Oh, dat is zo lekker. Oké, er staat op dat er 20 zakjes in zitten, dus 20 vragen. Dus laten we beginnen met de eerste. No! Oké, vette faal, want op deze zakjes zitten geen vragen. Er staat alleen Pickwick op, dus ik ga even kijken of we nog een ander hebben. En anders is het echt raar. Ik dacht echt dat het op elk theezakje gewoon elk doosje was. Oké, maar niet dus. Dus ja, ik kom zo weer terug. Oké, ik ben terug met een nieuw doosje. En ik heb even gekeken, hier zitten wel vragen op. En dit is de Double Green Tea met cucumber taste en mint. En dit was dus de fruitvariatie en daar zitten dus geen vragen op. Vind ik persoonlijk een beetje vreemd, maar goed. We gaan gewoon lekker dit doosje afwerken ofzo. I don't know. Al de vragen afwerken. Laten we beginnen met de eerste. En daar staat op, waar ben jij het meest trots op? Waar ben ik het meest trots op? Ik denk... Waar ben ik het meest trots op? Waar ik het meest trots op ben, is denk ik dat ik gewoon alles heb doorstaan. En dat ik gewoon nog halve vier heb gered, zeg maar. Ondanks dat ik een heel groot deel heb gemist. Ik denk dat ik daar wel heel trots op ben. En voor de rest... Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik heb nog geen diploma of zo. Ja, van mijn basisschool. Ik weet niet of je daar een diploma... Nee... Maar ik krijg er alleen een papiertje van, geloof ik. Maar ja, niet iets voor de rest van... Oh, ik heb mijn studie afgemaakt of zo, weet je wel. Of ik heb HAVO 5 gehaald of zoiets. Nee, dat heb ik niet gehaald. Maar HAVO 4 heb ik wel gehaald. Daar ben ik persoonlijk wel trots op. Door alle omstandigheden. Op het tweede theezakje staat... Ga je liever naar de zon of naar de sneeuw? Ik ben nog nooit op wintervakantie of zo geweest. Of tenminste wel in de winter. Maar niet zeg maar dat je gaat skiën of zo. Een skivakantie. Dus ja, zon sowieso. Maar het lijkt me wel een keer leuk om zo om te skiën. Ik heb het nog nooit gedaan. Ook nog nooit gesnowboard volgens mij. Nee, volgens mij niet. Ik heb wel schaatsen, maar dat denk ik iedereen wel. Dat vond ik vroeger wel altijd heel erg leuk. Ik heb het nou al een hele tijd niet meer gedaan, maar naar de zon. Op het derde theezakje staat om wie moet jij het hardst lachen. Ik denk dat ik het meest hard kan lachen om mijn vriendinnen... Ja, het verschilt wel per vriendin om wie ik het harder kan lachen. Maar ik denk dat ze dat zelf ook wel weten om wie ik het hardst kan lachen. Ja, I love you guys. Op het vierde theezakje staat... Aan welk huishoudelijke klusje heb jij een grote hekel? Nou, ik woon dus niet op mezelf of zo. Ik woon gewoon nog bij mijn ouders. Dus ja, echt huishoudelijke klusjes, zoals schoonmaken het hele huis, hoef ik niet te doen. Alleen mijn kamer heb ik. Maar ja, mijn kamer opruimen vind ik verschrikkelijk. Mijn kamer schoonmaken vind ik verschrikkelijk. Mijn kamer stofzuigen vind ik verschrikkelijk. Tenzij ik er allemaal zin in heb. Dat heb ik ook wel eens, dat ik echt de dwang heb gewoon om alles schoon te maken. Om alles op te ruimen. Om alles helemaal netjes of zo te hebben. Ja, dus dan niet. Maar meestal heb ik daar nooit zin in. Dus in elk huishoudelijk klusje. Op het vijfde theezakje alweer staat... Wat is jouw favoriete feestdag? Dat is by far Kerstmis. Op het zesde theezakje staat... welke keuken vind jij het lekkerst? Dus dan gaan ze uit van eten, zeg maar. Ja, de Spaanse keuken vind ik heel erg lekker. Maar de Mexicaanse vind ik ook wel lekker. Met wraps en nachos en zo. Dus... Op het volgende theezakje staat... Wat is jouw sterkste zintuig? Ik weet eigenlijk niet wat mijn sterkste zintuig is. Nee, ik zou niet weten. Ik ben wel af en toe een beetje doof. Maar dat is ook gebleken uit de gehoortest die ik moest doen. Dat ik aan het linkeroor minder goed hoorde. Hoor ik echt slecht. Meestal na de chemo wordt het nog slechter, zeg maar. Maar bij mij was het juist beter, dus daar was ik blij mee. Maar ja, dat is wel een beetje apart, maar goed. De volgende vraag is, met welke beroemdheid zou jij een kopje thee willen drinken? Nou, het lijkt me gewoon sowieso leuk om met Kylie Jenner of zo een thee te drinken. Met... Dat is ons hond.
Met welke beroemdheid nog meer? Ja, weet ik veel. Ik ben niet zo heel erg into de beroemdheden of zo. Ja, het lijkt me ook gezellig om met Linda de Mol of zo. Of Chantal Jansen. Het zijn gewoon BN'ers, maar het lijkt me gewoon heel gezellig. Op het volgende theezakje staat: wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan? Dat is best wel een moeilijke vraag. Wat is het gekste wat ik ooit heb gedaan? Het gekste wat ik ooit heb gedaan... Oh, dat is zo moeilijk. Ik doe niet echt van die hele spannende dingen of zo. Ook niet van die rare dingen, denk ik. Dus ook geen gekke dingen. Ik heb nog nooit gebungee-jumped of zo. Dus dat vind ik ook niet. Ik zou het echt niet weten. Als jullie mij goed kennen en wel iets weten, laat het hier even weten in de reacties. Op de volgende vraag staat: zou je liever de loterij winnen of de perfecte baan vinden? De loterij winnen is heel moeilijk en een perfecte baan vinden is niet moeilijk, denk ik. Dus dan ga ik voor de loterij. Op de volgende vraag staat: welke drie voorwerpen zou jij meenemen naar een onbewoond eiland? Onbewoond eiland, mijn telefoon, denk ik. Of mijn laptop. Mijn camera, denk ik. Oh, je hebt daar ook geen eten natuurlijk. En een kist met eten? Weet ik veel, joh. De volgende vraag is: wat zou jij veranderen als je minister-president was? Van ons land ga ik er dan van uit. Dan... Oh, wat zou ik dan veranderen? Jeetje, dat is echt moeilijk, man. Als ik minister-president was, zou ik de lonen omhoog gooien. Superleuk is dat. Dat is echt top. Heel leuk. Op de volgende vraag staat: welk dier geeft jouw persoonlijkheid het beste weer? Mijn persoonlijkheid... Oh jeetje, daar gaan we weer. Dan moet ik altijd gelijk denken aan de rode pet en de gele pet en de zwarte pet. En... ik weet niet of jullie dat ook kennen. Dat is van de carrière-training volgens mij, zo op de basisschool. Welk dier mijn persoonlijkheid het beste aangeeft, dat zou ik ook eigenlijk niet weten. Ik ben zo slecht hierin. Echt, oh. Maar goed dat het geen quiz is of zo. Maar ik zou het niet weten eigenlijk. Mochten jullie dat ook weten, zet het even hieronder in de reacties. Op de volgende vraag, of thee, staat: maak je liever een bos, een strand... Oh nee, een bos of een strandwandeling? Strandwandeling dan, denk ik. Ik doe nooit aan wandelen eigenlijk. Maar in Spanje lopen we wel eens gewoon over het strand, zeg maar, naar iets toe. Dus strandwandeling vind ik wel chill. Volgende vraag is: welke goede voornemen heb jij ieder jaar opnieuw? Oh, welke goede voornemen heb jij ieder jaar opnieuw? Gezonder eten, beter sporten. Ja, dat denk ik. Op de volgende vraag staat: wat is het beste gevoel ter wereld? Ik denk, als je vrij bent, als je blij bent. Dat je gewoon dingen kunt doen wat je zelf wilt, zeg maar, denk ik. Dat je niet aan iets gebonden bent of zo. Zoiets, denk ik. I don't know. Op de volgende vraag staat: wat is het avontuurlijkste wat je ooit hebt gedaan? Nou, dat is net zo echt precies dezelfde vraag als wat ik het gekste heb gedaan, denk ik. Wat is het avontuurlijkste wat ik ooit heb gedaan? Weet ik ook echt niet. Oh ja! Ja, dat was best wel avontuurlijk, vond ik zelf. Ik ben een keer in Orlando, ging ik echt super steile achtbaan. Ik hoop dat ik hem kan vinden. Dan plaats ik even hier een fotootje. Maar die ging echt recht omhoog. En ik wilde daar super graag in. En mijn moeder wilde daar niet in. Maar ik wilde niet mijn eentje. En mijn broer en mijn vader wilden daar ook niet in. Dus ik wilde heel erg graag. Dus mijn moeder ging uiteindelijk met me mee. Maar ik vond het super eng. Dus wij gingen daarin. En je kon helemaal je eigen muziek uitkiezen en zo. Dat was hartstikke leuk. Maar het was zo eng. Maar uiteindelijk ben ik wel heel blij dat ik het heb gedaan. Maar... nou, het ging echt zo recht omhoog en dan ging het recht naar beneden volgens mij. En dan, ja, het is, nou, bizar gewoon, echt. Ik ben niet zo'n hele erge achtbaan gek of zo, maar I don't know. De volgende vraag is: welke drie woorden omschrijven jou het best? Weet je wat ik ga doen? Ik ga het allemaal aan mijn vriendinnen vragen. Aan drie vriendinnen ga ik het vragen. En hun antwoorden ga ik hier neerzetten, dus... 3, 2, 1 en hier. Wat is jouw favoriete ijsmaak? Dat is After Eight by Far. En Sociatella vind ik ook super lekker. Zijn we alweer aangekomen bij de laatste vraag. Oh my god, het ging zo snel. Hou je meer van zoet of hartig? Oh, dit is echt een verschrikkelijke vraag. Maar ik hou meer van zoet, maar ja. En dan was dit alweer mijn soort...
soort van Q&A. Ik weet niet of jullie het leuk vonden. Vond je het nou leuk? Doe dan even dat duimpje omhoog. En vergeet je ook zeker niet te abonneren hieronder. Als je het nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik jullie heel snel de volgende keer weer terug te zien. Doei doei!